Je moet op de nek gaan staan aan het IJsselmeer om de meeuwen te kunnen zien of zien wat zij zien. Ginds over het Hoornse Hop, de stad Hoorn, wazig over het water. Of dichterbij aan de andere kant van de buitenhaven, die kant uit. Dan zie je Hoorn goed. De poort, de huizen en de Rooms-Katholieke kerk in de verte en van dichtbij het stadswapen. Of zo, nog beter. Je kijkt tegen de speeltoren op die net door kwart over drie zakt en je ziet hem helemaal met boogvriet en al. Mooi zo. En dan zie je de hele Veermanskade met een huis dat heet In het Wapen van Jenuwe. Er liggen veel schepen in de haven. Langzaam gaat je blik naar rechts. Je oog wordt steeds getroffen door andere dingen en je ziet dan de schepen met de zeilen uit of ze gaan varen. En het toch niet doen. Ze hebben de zeilen uit als een soort oefening voor ze de zomer inzeilen, denk ik. De zeilen worden gereefd. Ze worden ingeplooid. Het zijn binnenvaartuigen, allerlangs scheeps getuigd met een grote mast waarlangs nu het grootzeil gereefd wordt. Jan Pieterszoon Koen staat midden op het rode steen met op de achtergrond eerst de Waag en dan het Westfries Museum. Eertijds de behuizing van de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier met wapenschilden, gouden leeuwen en alle praal en pronk die hoort bij een rijke havenstad. De ingang van het Westfries Museum werd in 1729 opgevrolijkt door dit gesmede hek van de vroegere schietbaan, of zoals dat toen genoemd werd, de schuttersdoelen. In de ruime eeuw dat het museum nu bestaat zijn de stijlkamers uit de 17e en 18e eeuw een uitermate afwisselend geheel. De zeer gevarieerde collectie van het museum, die niet alleen betrekking heeft op Hoorn en West-Friesland, kan ondergebracht worden in verschillende delen. Eén ervan is de walvisvaart, zoals die voorkomt in een schouw uit de taverne van het museum en afkomstig uit de vroegere vergaderruimte van de Noorse Compagnie in de Hoofdtoren. Het is de complete schouw die in de rijke tijd van Hoorn met graagte werd aanvaard en bij de neergang van het economische getij met evenveel graagte werd gesloopt en geschonken aan het museum, waar hij nu een vaag soort bewondering oogst. Wat deden die mensen zo ver weg, zo lang geleden? Nee, dan een ander soort bewondering. Die van mensen in hun vrije tijd, hoe deden die dat? Hoe brachten zij het ervan af? In hun vrije tijd, vlak naast de deur. Jan Albertszoon Rotius, de maker van deze schutterstukken, werd geboren in Medemblik in 1624 en vestigde zich in Hoorn, waar zijn vrouw familierelaties had met enkele regentenfamilies. Rotius schilderde ze
en ze hangen nog steeds in Hoorn, de stad waar ze gemaakt zijn en van waar de opdrachten kwamen. In de Nieuwstraat staat het oude voormalige raadhuis uit 1613... met wapens en stenen blazoenen in de top en een koninklijke ingang beneden in het midden. Het wapen van Hoorn zit boven de ingang en daaronder een engelenkopje en veel fruit, want dat was in die tijd maar zelden voorhanden. Van het oude vrouwenhuis resteert alleen nog het poortje en het kerkplein, voorzien van beeldhouwwerk in de stijl van Hendrik de Keizer, met nog een poortje vlakbij, dat ook leuk is en ook niks meer betekent. Maar het is er nog. Het kerkplein heeft met zijn huizen en zijn kronkelige wilgenbomen een sfeer als een toverballet. Ze staan er als getuigen van de vroegere koorsluiting van de oude kerk. Er is een raar ondiep huisje dat ook past in die sfeer. Het is een huisje uit het begin van de 17e eeuw en eigendom van de vereniging Oud-Hoorn. Het is een hoekhuis dat gebleven is en niet zoals meestal afgebroken. Het is er nog, helemaal. En ofschoon wat verkleurd, het is er nog en daar gaat het om in Hoorn. Neem nou de huizen aan de Binnenluiendijk, vlakbij de haven. Ze zullen nooit bestendige overburen krijgen of buren. Dit huis stamt nog uit een compagnie met zulke klanten dat het huis er zich gaarne naar droeg. Zijn buurman is wat kleiner, stamt uit 1624 en heeft al evenveel plezier in het leven. Het zijn leuke huizen uit een tijd dat Hoorn er zich gaarne naar droeg. Veel water en veel ruimte. Wat zeg ik nou? Er zich gaarne naar droeg? Hoorn heeft zich altijd graag naar water en ruimte gedragen. Nu nog, heden ten dagen. Altijd. Want water en ruimte zo vlakbij, dat is toch het mooiste wat er is? Water en ruimte, dat is het mooiste wat er is.